De openmarktoperaties van de centrale bank, CBVS, gaan door. Dit benadrukte Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, vrijdag tijdens een persconferentie in verband met de 6e review-missie van het IMF. De functionaris stelt ook dat de monetaire instituten in Suriname sterker worden door het beleid dat de afgelopen tijd is gevoerd. Concreet, voor veel mensen die vragen, gaat het door met openmarktoperaties? Ja, dat gaat door. Het moet zelfs doorgaan. Dat is ingebed in het programma en dat is ook nodig om die resultaten die we nu hebben bereikt, de macro-economische stabiliteit, om dat voort te zetten. En zoals is gezegd, om de condities te creëren voor reële groei van ons land. Want daar gaat het uiteindelijk over. Maar die conditie van de economische stabiliteit is een belangrijke randvoorwaarde. Daarmee is niet gezegd dat reële groei automatisch gaat. We zullen als land uiteraard ook op het microniveau instituten sterker moeten maken. Het bedrijfsleven, de private sector. En dan denken we dat we in ieder geval met dit programma een goed resultaat neerzetten voor land en volk. Roemer vindt dat wel duidelijk moet zijn dat het gezond maken van de economie niet zo snel gaat als men denkt. Financiënminister Stanley Ragubarsin wijst erop dat het stabiel blijven van de wisselkoersen zich moet vertalen in de economie. Dat zijn zaken die ook zichtbaar gemaakt mogen worden. De stabiliteit is op dit moment zodanig langdurig, dat die koers van rond 38 naar 33 en lager is gevallen, dat het de hoogste tijd is dat het ook zichtbaar wordt in lagere prijzen in de winkels. Het is niet zo dat het 2 weken, 3 weken is, het is zeker 6 tot 7 maanden. Niet alleen lager, hij is ook aan het dalen. En dat betekent dat in die 6, 7 maanden de cyclus voor import 1 tot 2 keer gedraaid moet zijn geweest. En dat zichtbaar moet kunnen worden in verlaging van prijzen in de winkels. Dus hier ook een oproep aan de handel. Maak winst, maak geen overwinst. Je maakt genoeg winst, geef terug aan de gemeenschap je vrienden terug. Die koers gaat niet verder, die gaat niet opnieuw stijgen. Dus je gaat niet opnieuw tegen 38 kopen. Je gaat hem tegen 33, 32, 33 blijven kopen. De minister vindt dat de stabilisatie van de wisselkoers de consument uiteindelijk ten goede moet komen.